Op woensdag 21 juni organiseert Atletiek Leudal de Lions Rolstoeltocht 2023. Dit jaar voor de 17e keer. Ze starten om 6 uur met de wandeling vanaf het centrum in Heidhuizen. Vandaar het lopen ze naar de atletiekbaan op Sportpark Molenhoek. Tijdens deze pauze wordt aan iedereen een hapje en een drankje aangeboden. Zo'n rolstoeltocht vindt iedereen geweldig. Hoe begint dat nou eigenlijk? Nou, wij organiseren al 47 jaar de wandelvierdaagse. En een jaar of 17 geleden kwam het idee van ja, kunnen we ook niet iets betekenen voor mensen die daar nooit aan mee kunnen doen. Maar die we ook een leuke avond willen bezorgen. En daardoor is eigenlijk het idee gekomen voor een rolstoeltocht. Maar we hebben nooit kunnen denken dat het zo'n succes zou worden en dat we na 17 jaar hier nog steeds met zoveel belangstelling staan. Het is echt heel erg fijn. U gaat ook meedoen. Vindt u dat leuk? Leuk om vandaag met de groep. Ja, zeker. Gaat u elk jaar mee? Ja, tenminste. Het is nou de derde keer dat ik al meega. Het is nou niet zo druk. Ik vind het wel fijn. Waarom ondersteunt de gemeente dit evenement? Omdat dat een prachtige uiting is van hoe Leudal in de samenleving samenwerkt. En wat er aan vrijwilligersinitiatieven op gang komt en wat men voor elkaar over heeft. En dat vinden wij fantastisch dat dat kan, dat er zoveel burgerkracht is, dat we dit georganiseerd krijgen. Fantastisch. Ja, maar dat zijn toch weer de vrijwilligers die het moeten dragen, hè? Ja, het zijn vrijwilligers met een aantal verenigingen ook en de zorginstellingen en de atletiekvereniging die je doet. Ja. Maar inderdaad, het zijn weer veel vrijwilligers die dit soort evenementen kunnen organiseren en dat ook willen doen. Ja, vrijwilligers, dat blijft het cement in de samenleving. We beginnen altijd met het uitnodigen van de zorgcentra. En ja, die samenwerking is al jaren perfect. Het is dit jaar de 17e keer en elk jaar is het heel fijn hoe er gereageerd wordt. En het is voor hun natuurlijk ook heel veel organisatie, niet alleen voor ons. Ja, want we moeten allemaal hier naartoe, hè? Hoeveel mensen zijn er gemiddeld? Vandaag komen er ruim 120 en daarbij zijn veel meer vrijwilligers. Ja, dat is een luxe in deze tijd, maar de mensen vinden het een geweldige avond en een geweldig evenement. Dus over vrijwilligers hebben we helemaal niet te klagen. Is het leuk om te doen? Het is heel leuk om te doen, ja. Ja? Ja, maar ik heb extra mijn vakantie ingekort om vandaag mee te kunnen doen. Dat is wel aanpoten, of niet? Ja, met deze temperatuur wel. Maar goed, straks een lekkere douche en... Komt het helemaal goed? Dat komt helemaal goed. Wat gaan jullie met die dingen doen? Wat is dat? Dat zijn een bogen. Een boog wordt dat? Ja, dat wordt een boog en dan lopen de mensen om. We zijn er echt gestart.